Wij gaan aan de slag met de FICO-efficiënt. En de FICO-efficiënt die gebruik je als je verschillen gaat kwantificeren bij nominale variabelen. Dus als je twee nominale variabelen hebt en die ga je uitdrukken in een getal, zodat je er iets over zeggen kan. Nou, je weet ook nominale variabelen, dat is een van de vier meetniveaus. Want je hebt nominaal, ordinaal, interval en je hebt ratio. Nou, we hebben drie associatiematen om verschillen te kwantificeren bij twee nominale variabelen. En dat is percentageverschil, odds ratio en de phi-coëfficiënt. En we gaan ons richten op phi. Phi is ook de enige die voorkomt op het formuleblad overigens. Die formule ga je zo meteen krijgen. Stel je voor je hebt een enquête gehouden of je krijgt gegevens daarover. En je ziet hier twee nominale variabelen, want je ziet geslacht. Twee keuzemogelijkheden, man, vrouw en stelling, ben je het eens of oneens? Twee mogelijkheden. Nou, al die gegevens heb je verzameld in een tabel, in een kruistabel. En 500 mensen hebben meegedaan. Ja, meer mannen dan vrouwen. En je ziet ook dat de meerderheid van de mannen is het eens, net als de meerderheid van de vrouwen. En je vraagt je af, is er een verschil in... Is het verschil groot tussen mannen en vrouwen wat betreft die stelling? En als je zo'n tabel hebt, dan kun je er gewoon vrij weinig van zeggen. Dus we willen graag iets hebben, zodat we dat kunnen uitdrukken in een getal. Dus we gaan gebruik maken van de phi-coëfficiënt. Nou, op het formuleblad staat die, en ik heb hem er eventjes bij gepakt. En je ziet ook een kruistabel A, B, C, D. Nou, dat kunnen wij er ook wel eventjes in zetten. En dan laten we gewoon van invullen. Dus je krijgt AD min BKC. En in de noemer staat dus de wortel van, tussen haakjes A plus B, etc. Nou, ik heb die tabel al dusdanig uitgebreid, dat ik die getallen als het ware gewoon over kan nemen en met elkaar kan gaan vermenigvuldigen, zoals je ziet. Nou, uitrekenen. Geeft dus ongeveer 0,11. En je ziet 0,11 ligt tussen min 0,2 en 0,2. Of is groter of gelijk aan min 0,2 en is kleiner of gelijk aan 0,2. Nou, en omdat dat zo is, kunnen we dus zeggen dat het verschil klein is. Het verschil is gering. Goed. We zijn op het einde gekomen van deze video. De phi-coëfficiënt. Gebruik hem in je onderzoek bijvoorbeeld of natuurlijk op een toets. Twee nominale variabelen, dan kun je gebruik maken van de phi-coëfficiënt. Ik hoop je een volgende keer weer te zien. Dag!